Grasalco zet eerste stappen naar groen energiebeleid. NV Grasalco heeft om verder inhoud te geven aan haar groen beleid de eerste stappen gezet om enkele van haar operaties te draaien op zonne-energie. Daartoe is vrijdag een overeenkomst gesloten met Cleantech Suriname NV. Met deze duurzame vorm van energievoorziening zal jaarlijks ongeveer SRD 2,6 miljoen worden bespaard. Elk jaar zal ook 1 miljoen kilogram minder uitstoot van CO2-gassen plaatsvinden. De overeenkomst is ondertekend door president-directeur van het staatsmijnbouwbedrijf Sergio Akimboto en directeur Rasmus Polanen namens Cleantech Suriname NV in het hoofdkantoor van Grasalco aan de Sir Winston Churchillweg. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.